Nemma praten, gitterbommend, gitterallerbeugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De eikenprocessierups die bezorgt nogal wat overlast. Heeft u er persoonlijk al last van gehad? Nou, persoonlijk nog niet. Ik mijd wel de eikenbomen. Ik weet waar ze staan bij ons in de buurt. En die mijd ik wel. Want ik ben niet van plan om ook nog eens een keer de jeuk erbij te krijgen. Want ik weet wat het betekent. Vroeger hebben we het ook gedaan, hè? Hoe deden jullie dat? Gewoon je nesten eruit halen uit de heg, want toen zaten ze in de heg en dan pakten wij ze er gewoon uit en dan gooiden we ze in de put, in de riool en dan verzopen ze van eigen zin. Dus dat is, er zijn wel manieren om te doen en er is ook wel spul voor, maar ja, het schijnt te veel te kosten. Ik heb vorig jaar 3 longoperaties gehad, dus ik heb geen lucht. En de zuurstof die komt, dat komt van die bomen en al. Nou, los toon alstublieft. Ik vind het al erg zat dat in het buitenland dat ze al die oerwouden kappen. Want dat zijn de longen van de wereld. En dat schijnen ze toch nog steeds niet te begrijpen. Die regenwouden. Ja, en die regenwouden. En voor de dieren ook trouwens. Maar die regenwouden ook, dat ze die kappen. En alleen nog maar voor het kapitaal, hè. Niks anders, want het kapitaal heeft het... als ik het op zijn Wiegers zou zeggen, dat is niet leuk, maar... Doe dat toch eens, want we zijn in Wiegen. Die hebben het stik de moord aan de mensen. Ja, proberen weg te halen. Maar dat hebben ze, zijn ze hier in Wiegen al volop mee bezig. Gelukkig. Want ik ging dus afgelopen zondag even met de fiets een ritje naar Velp bij Graaf, naar mijn zoon. Wist ik niet dat daar processierupsen langs de weg waren. En ik kom s'avonds thuis, ik zat helemaal onder. En het jeukt ontzettend. Dus ik vind het wel een goed ding dat ze al hier volop bezig zijn. Maar ik heb gehoord van mijn dochter in Enschede dat het nou nog veel en veel erger is. Dan lopen ze gewoon over de straat heen, kruipend. Ja, ja. En daar hebben ze nog helemaal niks gedaan. Het is nu al minder, maar ik zat helemaal onder. Ja, uitgerekend, deze arm is bloot en je rijdt precies op die kant. En ja, die haartjes worden afgeschoten. Je zit helemaal onder. Dus... Wat heeft u er tegen gedaan? Met plakband. Plakband en zo'n kleefroller, gewoon bij de Action gekocht. Eroverheen haal je ze eraf, dan wordt de jeuk minder. En dan, ja, als je geen, want de mentholpoeier was overal op. Ja, en dan kun je aloe vera gel kopen. Of wat ik in het begin gedaan heb, gewoon mijn ijsklontjes koelen. En dan wordt de jeuk ook minder. Dus. Jeukt het nu nog steeds? Nee, geen last meer van. Het is eigenlijk maar een dag of 3, 4, dat je er echt last van hebt. En dan wordt de jeuk minder en dan heb je er geen last meer van. Als ik ga fietsen of wandelen, ik probeer de bomen te ontwijken, waar lintjes omheen zitten. Maar ik doe wel iets eroverheen met lange mouwen. Ook al is het maar een dun vestje of een dun blouseje, maar ik bedek ze wel. Als je thuis komt, gelijk onder de douche, kleding gelijk in de wasmachine stoppen, gelijk wassen. En dan zijn ze eigenlijk al verdwenen. En op 60 graden heb ik begrepen. Ja, maar niet alle kleding is daarvoor bestemd. Dus 40 graden gaat ook hoor. En vooral niet buiten hangen de kleren. Binnen hangen of in een droogtrommel houden. Dan raak je ze ook sneller kwijt. Overal kom je ze tegen. Tot bij ons thuis toe. Bij u thuis? Ja, dat wil zeggen 50 meter van huis af. Daar staan eikenbomen? Eikenbomen en daar zitten de nesten in. En daar hebben we al weken over gesproken om ze te verwijderen, maar we zien nog niemand. Gisteren stond er in een plaatselijk krantje een reactie van een burger. En die zei, als nou burgers zo'n nest zien, pak de stofzuiger, dat nest opzuigen
de stofzuikerzak in een emmer met water doen en de dag daarna in de kliko verwijderen. Gaat u dat doen? Nee, dat ga ik niet doen. Waarom niet? Omdat ik heel erg allergisch ben voor die haartjes en dergelijke. En ik kom daar echt niet bij in de buurt. Ik loop een blokje om, in plaats van onder de bomen door. Ruimen jullie ook de eikenprocessierups op? Nee, die ruimen wij niet op, nee. Kom je in je werk, hè, want jullie komen overal en nergens, die nesten veel tegen? Die nesten, ja, vooral als we in het buitengebied rijden, dan zie je wel, de bomen zie je wel vol zitten. Ook veel rood-witte linten of alleen maar die nesten? Nee, ook rood-witte linten, ja. Wij moeten gewoon er doorheen. Dus als we onder de struiken doorrijden, dan doen we even zo en dan, ja. Al persoonlijk last van gehad? Nee, ik niet. En jij? Ja, ik wel, een klein beetje. Ik sta ook het meest achterop, hij zit vaak in de cabine. Duidelijk. Ja. En nou heb jij een shirt aan met korte mouwen. Maar denk je er dan niet over na om jezelf, je armen in ieder geval te bedekken? Nou ja, als het 30 graden is buiten, vind ik dat niet zo prettig om met lange mouwen te werken, eerlijk gezegd. Ik weet dat heel veel mensen er last van hebben en dat de gemeente is er alles aan doen en de provincie volgens mij inmiddels ook om de route in elk geval rupsenvrij te maken. Ja, weet je, als het zo is, dan is het zo. Ik denk dat ik, want ik kreeg gisteren nog een tip voor een pilletje wat heel goed zou werken. Ik denk dat ik dat maar in huis haal en dan hopen we er het beste van, hè? Je kunt er zo weinig tegen doen. Zoals gezegd, gemeentes doen er alles aan. Ja, ik ga niet onder eikenbomen rusten of zo, sowieso niet. We hebben de rust bij de mannen van de RET uit Rotterdam altijd. En die hebben altijd mooie overdekte plekjes, dus dat is wel in orde. En verder, ja, ik ga me er niet voortdurend mee bezighouden, eerlijk gezegd. Ik ben iemand die ook niet zo goed tegen de zon kan. Wat ook niet zo handig is om de vierdaagse te lopen. Dus ik ben altijd al redelijk bedekt. Ik loop altijd in een lichte, lange broek, altijd de benen bedekt. En ik loop altijd in een wandelbloesje, zodat mijn nek ook goed bedekt is en de armen ook half. Dus nou, misschien is dat wel de gouden tip. Ik begrijp wel dat die plaag er is en dat mensen er last van hebben, maar het grote probleem is zelf veroorzaakt. We kennen allemaal de buxusmot, mensen gaan gif strooien, gevolg is dat de musjes doodgaan en de musjes waren juist een van de grotere natuurlijke vijanden van de rupsen. Dus ja, ze hebben het zelf aangedaan. En een gedeelte natuurlijk de verschuiving van het klimaat, want het wordt steeds warmer en die processierups die wil hier graag in de buurt zitten als het warm is. Maar een buxusmot, die wordt niet opgevreden, of die rupsjes worden niet opgevreden door de vogels eigenlijk, niet zoveel. Omdat die buxus is een beetje giftig en die rupsjes zijn ook giftig. Dus het komt niet van het spuiten dat die vogeltjes doodgaan, van het gif van de spuit, maar van... De gemeente heeft wel overal bomen waar rups op zitten met een rood-wit lint omspannen. Dus je kan het ook als wandelaar kan je het zien waar het wel en waar het niet zit. Dus de gemeente doet wel wat, maar het is moeilijk om een heel klein nest of een heel groot nest te onderscheiden. Op het moment dat ze er zitten wordt er een boom met een rood-wit lint omspannen. En ik weet niet hoe het in andere gemeentes is, maar dat lijkt me een goede waarschuwing voor wie er langs wil. En voor wie er last van heeft, want de een heeft er meer last van dan de ander. Ik las dat er een kevertje was, een torretje, die een natuurlijke vijand van de rupsen was. En daar zijn ze nou bezig mee te experimenteren. Dat zou betekenen dat ze die beestjes in grotere aantallen gaan kweken. En dat is liever heersbeestjes voor de luis. Gaan ze die torretjes gaan ze waarschijnlijk vermenigvuldigen en uitzetten bij die nesten. Dus er is hoop. Ik heb hier, er is altijd hoop in Blue Star. Er is altijd hoop voor de eikenprocessierups. En voor de derde processie rups en voor alle rupsen. Want alles wordt geregeld. Het is altijd ergens goed voor. Dus is er niet voor niks, die eikenprocessie rups. Het is heel vervelend, vooral voor kleine kinderen, vind ik ook. Maar ja, bij ons staan geen eiken. En alle eiken weg, dat zal ook wel niet lukken. Want er zijn veel te veel eiken in Nederland. Dus ja, we moeten ermee leren leven. En iets tegen rupsen proberen, vooral tegen vlinders proberen te doen. Dat ze niet geen eitjes kunnen leggen, maar verder, ja. Dat zijn van die rampen, hè? Van die oud-testamentische rampen, waar je niks aan kunt doen. En het is pas de eerste ramp, hè? In het testament staan er 10, bloed en kikker, muggen, pikker enzovoort. Maar ja, het komt zoals het komt. En we moeten weer leren leven. Heeft u het plaatselijk krantje gelezen, hè? De Raad, zelfs besproken in de Raad. En daar zei een kernachtig wiegenraadslid
zullen we dan, hè, want we moeten toch proberen op een natuurlijke manier die rups te bestrijden. Hè. En bijvoorbeeld mezen, koolmezen, vinden het dan wel een lekker rupsje. En hij stelde voor om dan toch vooral veel broedkastjes op te hangen. Wat vindt u van dat idee? Dat vind ik een geweldig idee. Maar ook die larven van de liveerbeestjes, die helpen ook goed, zegt Ben dus. Hè. Ja, we moeten iets. Er komt ook wel een oplossing. En als de heer een deur dichtgooit, gaat hij altijd de raam open. Dus er komt wel weer een oplossing, daar ben ik geloofd. Dus het komt wel goed. Het komt goed met wieken en met de rups. RN7.